In vierde klasse C keken met Katlijne en Duffel twee buren vanmiddag elkaar recht in de ogen. Duffel zou bij winst voor minstens enkele weken uit de gevarenzone kruipen. Voor het voorlaatst gerangschikte Katlijne moest met amper 9 punten uit 14 matchen de derby een kantelmoment worden in de competitie. Duffel is meteen gevaarlijk. Eerst de zware voet van Steurs en de kopbal van Ngeukam kust de lat. Katlijne prikt terug, Traoré stuurt maar ook diep, die pakt nog wat meters en schiet de bal dan in de verste hoek binnen. Duffel wordt zo koud gepakt. Virginie de Rouault fluit dan een strafschop voor een fout op Traoré. Proper binnengetrapt door Van de Perre en het staat 2-0 voor Katlijne. Tim de Keizer borstelt wat later een vrije trap tot op de millimeter op het hoofd van Van Mullum. Die kadreert hem goed en de match is terug open. Nog een scherpe counter van Katlijne. Omena legt daar komt tussen zijn boterham, legt dan af voor Marok en die maakt 3-1. We zijn op slag van rust. Katlijne is van reet vergeten aan de tweede paal. We draaien met 3-2. Vroeg in de tweede helft gaan we naar de 3-3. Van Reet pakt de bal goed aan en via de onderkant van de lat gaat hij binnen. Marok dan nog eens. Hij doet het rechtstreeks en goed gepareerd door Van Impen. In de slotfase komt Duffel nog gevaarlijk opzetten. Vrachter kan de kans voor de winning goal niet verzilveren. In extremis komt hij er dan toch. De afvallende bal is voor Ngeukam en Duffel wint met 3-4. Zeker op de basis van vandaag zou je zeggen van oké, het is vrij chaotisch, maar wij weten toch dat we op termijn een uitdaging moet zijn om in de terugronde ons in de linkerkolom te nestelen. En daar gaan we alles in het werk voor stellen. Je zet alle pionnetjes gelijk dat ze moeten staan. En dan zijn er nog personen die dat vergeten. En dat is belangrijk in zo'n match. Dan weten dat de stilstaande fases heel belangrijk zijn. Dat is nu week in, week uit. Het is onbegrijpelijk. Die was er blijkbaar niet goed van. Wit Gordes.